Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren. Uiteindelijk dus de tweede thuisoverwinning voor Landstede Hemmers in deze Europa Cup. Ja, het was een enerverend avondje, Ralf, of niet? Ja, zeker weten. Met genoeg puntenverschil gewonnen. Uit hadden we met 3 verloren, dus we wisten wat ons te doen stond voorafgaand aan de wedstrijd. En dat is met meer dan 3 punten verschil winnen. Nou, dat hebben we gedaan, dus de doelstelling is bereikt. Dat gezegd hebben, dan moeten we nu kijken naar de volgende wedstrijd. Zondag Leiden thuis, ook een belangrijke wedstrijd voor de Nederlandse competitie. En dan vervolgens volgende week naar Oostenrijk. Dus, schakel je snel, man, want ja. Volgens mij zit je nog hoog in emotie. Ik heb je een beetje gevolgd tijdens die wedstrijd. Ja. Zelfs langs de kant zat je er heel diep in. Ja, ja, ik probeer gewoon energie te geven aan het team en de zaal een beetje op te zwepen. En dat hielp wel volgens mij, met name in de laatste minuten, dat er wat meer druk komt op de tegenstander. En ja, dat ging volgens mij wel goed. Ja. Zijn dit nou de leukste avonden? Ja, zeker weten. Dit is natuurlijk als basketballer ja, leef hiervoor, voor dit soort wedstrijden. Leuke sfeer in de hal en het staat goed vol, dus dat is, ja, wat wil je nog meer? Ja, want dan ja, groei je ook als speler, lijkt me. Ja, zeker. En als team ook in die zin. We kunnen veel leren van dit soort wedstrijden, ook voor de toekomst. Straks in de play-offs in Nederland, dus ja, dat is wel heel fijn. Nou, je groeit ook als verslaggever, want ik ben inmiddels ook 2 meter 22 geworden. Nee, ik zat even verklappen. Ik sta op een kistje hier naast Ralf de Pachter. Ja, Ralf, nu moet je toch ook wel door in de Europa Cup? Ja, wedstrijd voor wedstrijd, zoals ik net al zeg. Maar dat is natuurlijk, was dat de doelstelling al van tevoren, dus daar gaan we nog steeds voor, ja. Ja. Nou, nu op naar Leiden? Ja, thuis Leiden zondag. Dus eerst even rust morgen en dan gaan we vrijdag weer voorbereiden op Leiden. Dus, ja. Maar je zit nu wel lekker in een ritme, zeg. Het is alleen maar basketbal, denk ik, hè? Ja, klopt. We hebben een behoorlijk schema qua wedstrijden. Dus aan de ene kant is dat lekker. Aan de andere kant moet je wel snel herstellen. En op zich gaat dat goed nu in het team qua blessureleed. Gaat het nu goed, dus dat moeten we zo houden. Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren.